In deze video een steekproef nemen. En je neemt een steekproef zodat je iets te weten komt over de populatie. En de populatie, dat is de groep waarop het onderzoek zich richt. Dus heb je onderzoeksvragen, bijvoorbeeld hoeveel procent van de stemgerechtigde Nederlanders is geïnteresseerd in de politiek? Dan is de populatie niet een kleuterklas op de basisschool, nee zeker niet. Het zijn de stemgerechtigde Nederlanders. En welke vervolgopleidingen kiezen de leerlingen van je school? En dan doe je niet een onderzoek op de brugklasses. Nee, je doet een onderzoek onder de examenkandidaten. Dat is dan de populatie. En voor zo'n onderzoek vraag je natuurlijk niet iedereen. Nee, je neemt een steekproef. Maar zo'n steekproef die moet wel representatief zijn. En een steekproef is representatief als zij een juiste afspiegeling is van de gehele populatie. Zo'n representatieve steekproef die moet in elk geval voldoen aan de volgende eisen. De steekproef moet voldoende groot zijn. En hoe meer kenmerken je wilt onderzoeken, denk aan leeftijd, werk, inkomen, hoe groter de steekproef ook moet zijn. En, niet onbelangrijk, de steekproef is A-select. En dat betekent dat elk element van de populatie moet dezelfde kans hebben om in de steekproef voor te komen. Een onderzoeker wil de mening weten van de Nederlander over het milieuprobleem. Zijn de volgende steekproeven representatief? In de ochtendspits wordt in een file een groot aantal automobilisten ondervraagd. Nou, een groot aantal, dat is op zich wel positief, zou ik denken. Maar ja, ze vragen alleen maar de mensen in de ochtendspits. Sterker nog, ze vragen de automobilisten in de ochtendspits. Dat is niet A-select. Zo ga ik bijvoorbeeld elke dag op de fietsen naar school. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die met de trein naar hun werk gaan. B. Door loting via postcodenummers wordt uit elke provincie één persoon ondervraagd. Nou ja, dat is natuurlijk niet voldoende groot. Het is zelfs behoorlijk klein. En zo krijg je nooit alle meningen. Heb ik nog even een plaatje erbij. Laten we zeggen dat dit de populatie is. Ja, dus heel veel rood, bijna de helft. Een derde groen en een klein beetje blauw. Als ik nou een steekproef neem en ik pak dat deel, dan heb ik in verhouding best wel heel veel blauw, heel weinig rood en heel weinig groen. En dan kun je zeggen, ja, die steekproef die is niet representatief. Maar neem ik nou de volgende steekproef, die is dat wel. Einde video, tot de volgende keer.